Heel verstandig. Wat gaat er nou namelijk gebeuren? Ik heb zo'n heerlijk liedje gezongen, twee zomers geleden, met de Amsterdamse zanger Dario. En dat liedje dat heet Een Heerlijke Dag. Nou, dat is wel goed op de radio gedraaid overal. Maar die kennen ze natuurlijk, die is een heel vlug liedje. En je moet ook lekker bewegelijk zijn. Nou, Jacco is heel bewegelijk, dat heb ik al gezien. Die heeft de genen, zeg maar. Ja, dat zit in. Dat zit helemaal in. En ik hou nou al van u. Nou, lieve schat, luister eens goed. Wat leer ik jou namelijk doen vandaag? Want het liedje, dat ken jij niet. Hoe doe je dat dan, dat je meeplaybackt? Want je playback zomaar niet, dat weet jij als geen ander. Hè? Want jullie weten wat playback is, een kunst. Ik heb het geleerd van Anne van der Moer, dat was een actrice. En daar heb ik een film mee gemaakt. En toen moest ik Gregoriaanse muziek zingen. Toen zei ik mevrouw van der Moer, ik kan helemaal niet die Gregoriaanse tekst zo gauw uit mijn hoofd leren. Ze zegt, kind, zeg maar, rabarbarabarbarabarbarolé. Toen zei ik, waarom die klanken? Toen zegt ze, als je mond die klanken vormt, dan kun je er alles bij zingen. Als je het maar op de ritmiek van de woorden doet. Nou, je bent muzikaal, dat doe je zo. Hij is veel mooier dan Dario. Dit is de stand-in voor Dario, dames en heren, onze Jacco. En mij lekker meedoen, hè? Jullie ook heel mooi meedoen. Oké, een heerlijke dag. Kom op, knal ons eruit. Fantastisch, zo moet ik je doen mee. We pakken het nog naar rechts, aan het pad, naar de zee. Zijn vader zegt dat zij krijgt niet dat goed gevoel. Ik zeg tegen mezelf, laat de boel de boel. Je moet er als je pakken, dat is nog zo fijn. Hij doet het goed. Met zijn kijken, zomaar voor de gein. We gaan het in mijn leven maken. Thank you.
ik had gisteren een jongen die meezong in de Milling aan de Rijn. En die deed mee en die zei, god mevrouw MK. Hij zegt, ik ben 26, ben helemaal uitgeput. Maar het allemaal een borreltje op. Nou, oh, dat maakt hem mooi uit. Moet je kunnen. Dat vind ik ook. Jongens, de bel voor de laatste ronde. We gaan naar Italië. Ja, blijf er maar bij, hoor. Ik wou met jullie zingen gewoon gezellig. Nee, wat maakt dat nou uit? Nee, dan mag hij de nou nog even bij blijven. Ik ben ontzettend vereerd dat ik voor Simon Aatje nog een keer wat mag betekenen. En het gaat echt op zijn Noord-Hollandse. Daarom ben ik zo verknocht aan het ontvallen, want ik mis het verschrikkelijk. Ik hoop ook te zijn de tijd terug te komen. Maar ja, jullie hebben het wel gehoord en onze huizen zijn onverkoopbaar. Oh. Jongen, ja, ik leg hem op straat neer en geen 100.000 hebben. Jongens, ik bel voor de laatste ronde. We gaan naar Lavella. Zie je, speelt mee Azië, hè? Bella Italia, hè? Ja, oké. Okay. Ja, erin houden, maar het klinkt goed. De bel voor de laatste ronde en dan ga ik kijken of ik de carousel mag hebben, want die het doet. Oké. Okay. Ja, al hebben jullie. Oh, dan komt het helemaal goed.
nog even wat van vertellen. En ik dacht bij mezelf een prachtig Spaans liedje. Niet te gek, daar begin ik eerst weer eens een keer mee. En dat is heel goed gelukt. Een prachtige clip erbij gemaakt in de Efteling. En het werd goed ontvangen. Ik heb gisteren afgemixt teruggekregen mijn nieuwe single voor de komende tijd. En die is te gek hoor. Dat is net een soort Bella Italia, maar dan nog even moderner. Even leuker nog. Maar voor nu, de carousel van geluk. Alle twee. Nou.
Ik heb nog een Mexico met en hou hem eruit zijn eind. En goed luisteren, want ik heb het verloren hoor. Oké. Okay. Goed duidelijk. Hoi, hoi. Hey, 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 hey. We zijn naar Mexico gekomen. Het land van de verre van zon. Dat is de schaal.
adem halen. Let's see. Applaus, dames en heren, ik had er een zware op. Dank u wel.